Een heel goede avond en van harte welkom op deze Spotlight-session van Degroof Petercam. Met een centrale vraag. Wordt het een mooie zomer op de beurs of niet? Of weten we dat niet? Het is in elk geval iets waar we het een uur lang gaan over hebben met Hans Bevers. Goedenavond, Hans. En met Stijn Leysen. Stijn, ook goedenavond. Ja, het is eigenlijk wel wat sneller dan verwacht dat we allemaal elkaar terugzien na de moeilijke weken. Ik zal het zo noemen op de financiële markten. Stijn, en dan die vraag... Een mooie zomer op de beurs. Een kort antwoord? In ieder geval laten we het hopen. Het is heel moeilijk om een voorspelling te doen op korte termijn over die markten. Maar in ieder geval op lange termijn blijven de vooruitzichten wel intact. Maar de zomer laten we hopen dat die zowel naar temperatuur als naar markten dat die, een fijn resultaat meebrengt. Ja, want er waren wel wat donkere wolken de voorbije maanden. Ja, tot nu toe is het geen jaar om vrolijk van te worden in ieder geval. Hè. Dus de temperaturen waren wel goed, maar de markten waren sub-zero eigenlijk. Hè, want het was heel moeilijk om dit jaar toch een positief rendement neer te zetten. Ja, daarover gaan we het hebben. Als u zelf thuis vragen heeft, dan mag u die gerust stellen. Zet ze in de Q&A en dan gaan we die proberen ook hier nog te behandelen met Hans en Stijn. Want ja, Hans, misschien eerst even ook over die verwachting, de voorspelling voor de zomer. Ja, financiële markten voorspellen is natuurlijk moeilijk, maar het hangt natuurlijk wel samen met de economische, de monetaire omgeving. Ja, puur op basis van de economische vooruitzichten zou je geneigd zijn om nee te antwoorden natuurlijk. Maar we weten dat de beurs en de economie natuurlijk niet altijd één op één is, zeker niet op korte termijn perspectief. Dus je zou tegelijkertijd een verslechtering van die economische vooruitzichten kunnen hebben en een beter resultaat op de beurs. Dat is mogelijk. Ja. Het een hangt niet altijd noodzakelijk samen, maar het is ook vaak een anticiperen op. Ja. En op dat vlak, als we de markten moeten geloven van dat anticiperen, dan hoe zeggen ze dat dan? De winter is coming voor de economie. Hè? Ja, allicht. Dat is de economische vooruitzichten zijn verslechterd. Ik denk dat we eigenlijk telkens maand na maand, eigenlijk onze verwachtingen toch neerwaarts hebben bijgesteld. Telkens iets negatiever te worden, tot het punt nu zelfs dat een economische recessie allicht in de verwachtingen zit. Dus ik verwacht dat ook. Ja, het is nooit met zekerheid te zeggen, maar ik denk wat we nu hebben gezien, inflatie die de koopkracht ondermijnt, het feit dat ook vertrouwensindicatoren echt zien afkalven, het feit dat interestvoeten gevoelig zijn gestegen, dat alles maakt het toch een combinatie die zeer moeilijk te overwinnen zal zijn op korte termijn, economisch. Niet dat ik daarom echt alarmistisch ben, maar dat denk ik wel. Zo staat ons een afkoeling te wachten. En dan zal nog moeten blijken hoe zwaar de economische recessie is. Daar denk ik dat we wel een aantal argumenten hebben om te zeggen van kijk, we moeten niet onmiddellijk het einde van de wereld vrezen. Nee, het hoeft ook niet noodzakelijk een heel slechte zaak te zijn. Dan. Nee, sowieso. Ja, met wat je nu ziet, hè, dus de centrale banken moeten die inflatie... dempen, indijken. En dat zullen ze doen, maar dat maakt ook natuurlijk dat die achtergrond moeilijker wordt en dat zal gevolgen hebben voor de economische activiteit. Ja, dat zijn allemaal dingen waar we het nog straks uitgebreider gaan over hebben, maar er wordt wel eens gezegd hè, van het is kiezen tussen die hoge inflatie bestrijden of de economie laten verder groeien. Is dat effectief een van die twee keuzes? Zal de inflatie naar beneden gaan door een korte recessie eventueel? Wel, het is in ieder geval zo dat die arbeidsmarkt, als we spreken in de Verenigde Staten, zo krap is vandaag. Je zit daar echt in een overheating situatie. Dus de Fed moet dat op de rem gaan staan en moet eigenlijk willen dat die arbeidsmarkt minder krap wordt, maar op die manier ook de loondruk, de loongroei naar beneden te halen. En dan is de vraag, ja, hoe sterk zal die werkloosheid oplopen? Dus ik verwacht me dat wel aan een stijgende werkloosheid. De vraag is alleen hoe sterk. Nu, er zijn buffers, de fors opgebouwde spaarbuffers die gezinnen daar hebben opgebouwd tijdens de voorbije 2 jaren. Die moeten toch al iets aan de gang kunnen zetten. Vandaag is die spaarquote wel helemaal teruggelopen, maar er is dus echt voor miljarden, honderden miljarden, 2000 miljard eigenlijk aan de reserve natuurlijk. Die zitten geconcentreerd. Hè. Dus niet iedereen heeft in diezelfde mate buffers kunnen opbouwen. Dat is wel natuurlijk een zaak. En ten andere is het nog altijd zo dat bedrijfsleiders ook aangeven dat ze nog altijd willen vasthouden aan hun werkkrachten. Dus ik verwacht ook zeker niet dat het zoals de jaren 70 zal zijn, dat eigenlijk werknemers massaal op straat zullen gezet worden. Ja. Okay. Maar in elk geval, het ziet er niet meteen heel fraai uit. En dan, Stijn, ja, dat wordt vaak gezegd, de financiële markten anticiperen op wat gaat komen. Is het kantelmoment echt geweest daarbij, die inval van Rusland in Oekraïne? Is dat echt ook voor de financiële markten het moment dat het keerde? dat is een kantelmoment geweest. Ik denk dat het kantelmoment eigenlijk ook al een beetje vroeger was, hè, waar dat we ook gezien hebben dat in november zeker die groeiaandelen stelselmatig wel wat correctie hebben gekend. Hè. Je haalt hier juist ook aan winter is coming. Wat je ziet is dat al die activa die eigenlijk opgeblazen waren door het gratis geldbeleid. Tech-aandelen. Maar dit weekend nog een heel artikel in De Tijd over die cryptomunten, hè, waar dat ook winter is coming, met de terugval van Celsius, om het nog meer in beeldspraak te zetten. Maar dus daar heb je wel gezien dat er een stevige terugval was, die dan eigenlijk heel recent nog op een veel forsere manier is ingezet, waarbij dat je eigenlijk gezien hebt met de inflatiecijfers van mei in Amerika, dat eigenlijk de verwachtingen rond die rente ineens nog veel hoger zijn gegaan. Op 2 weken tijd hebben we daar gezien nog 1% dat erbij is gekomen en hebben nog een bijkomende terugval gezien. Dus wat we dit jaar zien zijn aandelenmarkten die zeker voor Amerikaanse beleggers vandaag in een berenmarkt zitten. Een berenmarkt wordt aangehaald als we een daling hebben van meer dan 20%. En een beer, omdat de klauwen naar beneden gericht zijn. De stierenmarkt die stijgt, omdat de horens naar boven gericht zijn. Maar dus wat je daar ziet, is eigenlijk dat ja, die aandelenmarkten zwaar gecorrigeerd zijn. Dat is deels acceptabel voor aandelenbeleggers. Het is hoogst onaangenaam. Hè. We zitten allemaal in de markt. We hebben dat allemaal niet graag. Maar we nemen dat niet altijd crescendo omhoog. Voilà, die gaan niet altijd crescendo omhoog. En dat risico neem je erbij omdat je een hoger verwacht rendement hebt. Waar dat het echte drama dit jaar zit, zit eigenlijk voor mij in het obligatieluik. Hè, waar dat je dit jaar ziet dat er terugvallen zijn, opnieuw voor Amerikaanse beleggers, meer dan 20%. Dat is eigenlijk, ik denk van 1994, toen dat men al sprak over een annus horribilis voor obligaties, is dat dubbel zoveel als toen. Dus vandaag zitten we met obligatierendementen. In bijvoorbeeld Europa zitten we min 14% voor staatspapier. Ook inflatiegelinkt obligaties, ook kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties, die zitten min 13, min 14% sinds begin van dit jaar. Dus het moeilijke is dat vandaag een klassieke portefeuille, 60-40 aandelen, obligaties, dat die 2 keer in de klappen heeft gedeeld. En de positieve kant, om het dan zo te zeggen, is dat we begin van dit jaar nog zeiden ja, welke verwachte rendementen op obligaties. Wel, die beginnen nu wel interessanter te worden met het oog op de toekomst. Ja, de nieuwe obligaties die er nu worden uitgeschreven. Die nieuwe obligaties, Betekent dat ook voor die obligatiemarkten dat ook het keerpunt misschien, of het dieptepunt al bereikt is? Of is dat niet noodzakelijk zo? Het is niet noodzakelijk zo, hè. Laat ik daar voorzichtig in blijven. Maar het zou wel kunnen zijn dat we het keerpunt daar eerder gaan bereiken dan bij de aandelenmarkten. Omdat we daar toch nog altijd zien dat de winstinnschattingen van analisten, dat die in tegenstelling tot wat je zou verwachten, ten opzichte van bijvoorbeeld begin januari, toen dat er wereldwijd een winstgroeiverwachting was van een kleine 8%, zijn de winstgroeiverwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Dus voorlopig gaan analisten er nog altijd van uit dat de winsten van bedrijven dat die eigenlijk nog altijd positief gaan evolueren. Daar hopen we dat ze gelijk hebben, maar daar zouden wij toch enige voorzichtigheid in bouwen. Ja. Heel veel hangt natuurlijk af van de economische context, de monetaire context. Hans, ik denk dat de rode draad overal is. Dat is die hoge inflatie. Ook niet noodzakelijkerwijze door die Russische inval natuurlijk, wel versterkt. En het lijkt ook niet te stoppen, hè, maar dat is misschien het grote probleem. Het stabiliseert amper zelfs. Ja, ik denk dat we eigenlijk wel min of meer een pad hadden naar een terugkeer naar de doelstelling van centrale banken. Min of meer die 2%, misschien iets hoger. Maar dan had je natuurlijk 2 negatieve aanbodschokken opnieuw na die coronapandemie, die al een negatieve aanbodschok was. Zijn de oorlog natuurlijk en ook de lockdowns, de vele lockdowns in China, die toch verschillende maanden hebben geduurd. En eigenlijk is China er nog altijd niet vanaf. En dus dat maakt dat hoe langer die duurt, hoe meer die tweede ronde effecten eigenlijk kunnen spelen. In België is dat natuurlijk heel duidelijk met de automatische loonindexering. Maar in andere landen komt dat nog. Hè. Dus ook in andere landen wordt vandaag forser ingezet op hogere looneisen. Dat zie je bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in alle landen, zeg maar. Het gebeurt alleen een beetje vertraging. Het maakt hoe langer dat die hoge inflatieomgeving duurt, hoe moeilijker het is om voor een centrale bank te ageren. Nu, ze hebben dat zeer duidelijk begrepen. Centrale banken zijn vandaag nog altijd onafhankelijk. Er was een beetje commotie rond het voorbije decennium, maar dat zijn ze wel degelijk. En dat is een groot verschil met de jaren 70, waar centrale banken meer naar de pijpen dansten van overheden. En dat maakt dat ze echt wel gedetermineerd zijn om terug te keren. Dat maakt dat het natuurlijk met volatiliteit komt op korte termijn. Maar ik denk dat het een goede zaak is om hun geloofwaardigheid op peil te houden. Ja, voor de... Ja. als ik daar misschien nog eventjes op mag komen, want er zijn vandaag ook heel interessante korte termijn gebeurtenissen, hè, waar dat we toch spraken over aluminiumprijzen die door het tak gingen de laatste maanden. Zie je voorlopig, voorzichtig wel, dat die prijzen wat aan het terugvallen zijn. En hoe komt dat? Ja, dat is een combinatie van factoren vandaag. Hè. Toch ook wel die recessievrees die er is. We hadden het daar straks ook nog eventjes over, dat vandaag China toch wel aan het bekoelen is, zeker op die vastgoedmarkt, hè, waar dat we vorig jaar Evergrande veel hoorden vallen. En dat je daar ziet dat die bouwwoede toch voor een stuk achter de rug is. Dus het is vroeg dag, maar dat zijn toch enigszins positieve signalen. Ja. Kan dat dan, want dat is dan de vraag natuurlijk, die inflatie op relatief korte termijn toch naar beneden brengen, ook die elementen? Je hebt drie factoren, denk ik. Hè. Dus je hebt enerzijds de forse stijging van energieprijzen en de voedingsprijzen. Die hebben echt voor een schok gezorgd. Die hebben echt ervoor gezorgd dat je heel hoge inflatiecijfers hebt, waar we nu over spreken, 7, 8, 9, 10%. Dus een groot deel daarvan is voeding en energie. Tweede factor is de verstoring in de voorraadketens. Die is nog versterkt door Oekraïne, nog versterkt door China. Die zijn nog niet weg, maar daar zie je een aantal voorzichtige tekenen van verbetering. Maar ik verwacht toch nog dat we in de omgeving blijven, dat die niet onmiddellijk helemaal voorbij zijn, die voorraadproblemen. En een derde factor is de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Dat hebben we de voorbije kwartalen heel duidelijk gezien. En dat maakt dat de loongroei er is. En de loongroei natuurlijk, dat is voor centrale banken, maar ook in onze modellen, als wij inflatie gaan bekijken, het is die kerninflatie die er toe doet. En die loongroei is determinerend voor de onderliggende inflatie. En de onderliggende inflatie is echt waar centrale banken naar kijken. En we zien dat die vandaag in Amerika weliswaar lager ligt dan de 8% die overal geafficheerd wordt, maar die toch nog altijd te hoog is. Al ligt dubbel zo hoog dan de Fed wenst. En dat maakt dat de centrale bank, met name de Fed, want ik denk dat de onderliggende inflatiedruk sterker is in Amerika dan in Europa, maar ook Europa, en dat was een beetje onze vrees, en het lijkt bewaarheid te worden, moest hier achter de feiten lopen. En we hebben gezien dat de ECB hier de voorbije maanden toch echt een inhaalbeweging maakte. Ja. Wat het cruciale element is natuurlijk, hoge inflatie, is dat echt een bedreiging voor die economie? En hoe groot is die bedreiging? Niet als het niet te lang aanhoudt, maar het erodeert de koopkracht. Dat is wat er nu op het spel staat. We zien ook de industriële vertrouwensindicatoren tanken, dus naar beneden komen. En die twee zijn in principe genoeg om te zeggen, oké, dit loopt hier niet goed. En tot voor kort hadden we dan eigenlijk nog altijd de spaarbuffers, die eigenlijk die brug konden vormen. Want je krijgt een dal, de koopkracht wordt ondermijnd. Een soort van brug wordt daarover gelegd met de buffer van de opgebouwde spaarmiddelen. Maar nu is natuurlijk een derde factor nog, zijn die interestvoeten die stijgen. Ja. En dat wordt hoe langer hoe moeilijker. Dus hoe langer die onzekerheid aanhoudt, hoe moeilijker het wordt. Maar goed, het is nog altijd geen reden, denk ik, om echt zwaar te panikeren. Een recessie, ja, je hebt altijd recessie en recessie zijn twee natuurlijk. Het is moeilijk om echt te zeggen hoe erg het wordt. Ik ga daar ook geen grote voorspelling doen, maar ik heb toch een aantal argumenten om te zeggen, dit is niet de grote terugval zoals in de pandemie bijvoorbeeld, of de grote recessie of de eurozonecrisis, dat denk ik niet. Nee, een korte tijdelijke recessie dan eigenlijk. Ja, en dat hoeft op zich, als dat gepaard gaat met een afkoeling van die inflatiedruk, als centrale banken daardoor terug dat pad zien naar die 2%, dan hoeft dat allerminst alarmerend te zijn. Het is wel natuurlijk belangrijk dat bedrijven in de tussentijd, want bedrijven investeren, dat is altijd een swing factor. Hè. De onderliggende consumptie is altijd macro-economisch gezien vrij stabiel. Nu wordt dat ondermijnd, maar de bedrijven die mogen het niet laten afweten met bedrijfsinvesteringen. En vandaag krijgen we nog signalen dat bedrijven weliswaar voorzichtiger worden, duidelijk voorzichtiger worden. Dat zie je aan de vertrouwensindicatoren. Maar als het gaat over duurzame investeringen, daar blijken zij nog altijd toch een zekere sense of urgency aan de dag te leggen. Net omdat ze begrijpen dat het toekomstige economische landschap in zaken digitalisering, klimaat, infrastructuur toch belangrijk is en dat zij niet kunnen achterlopen. Nee. Stijn, het is hier een grote tafel, maar het lijkt net ook een groot schaakspel waar we echt op verschillende fronten aan het kijken zijn wat er gebeurt. Maar dat is natuurlijk eenmaal ook met financiële markten zo. Alles hangt aan elkaar en valt samen. Want we hebben het wel over recessie. Maar vreemd genoeg, de resultaten die we kregen, zeker van de voorbije kwartalen, ja, daar was van recessie nog niets te merken. Mag je dat zo zeggen? Of zelfs van de recessie was tot... Nee. Ja, we hebben een enorme terugval gezien in 2020 natuurlijk, in de winstcijfers, die dan vorig jaar op een fenomenale manier zijn positief gecorrigeerd. Zoals ik juist ook aanhaalde, de winstverwachtingen voor dit jaar zijn zelfs tot nu toe positief bijgesteld. Dan spreek ik over een heel algemeen vlak. Natuurlijk, als je onderliggend gaat gaan kijken, wordt het pas boeiend. Want wat je ziet, is dat eigenlijk de winstgroei die verwacht wordt bijna volledig gaat zitten in die sectoren die de voorbije jaren eigenlijk verguisd werden. Dus de meer fossiele brandstoffen, alles wat dat met grondstoffen te maken heeft. En dat zijn eigenlijk de sectoren die dit jaar voor die winstgroei zouden moeten zorgen. Dus het is wel zaak om daar de juiste keuzes in te maken. Ja, we gaan er zo meteen op door, maar ik wil al een paar van de vragen die u hier gesteld heeft aan jullie voorleggen. U kan die vragen trouwens gewoon blijven stellen via de Q&A. Een vraag die hier nu binnenkomt en die allicht aan vele mensen die aan het kijken zijn wel enigszins refereert. Ik heb een voorzichtige portefeuille bij jullie, wordt hier gezegd. Die is natuurlijk erg gezakt, die blijft ook zakken. Dat is pensioenspaargeld. Is het nu aangewezen om die portefeuille, dat fonds, te verkopen als die maar blijft zakken? Stijn. Het is natuurlijk een heel moeilijke vraag, omdat dat vandaag te maken heeft met uw beleggingsprofiel. Daarvoor is het best dat u contact opneemt met uw private banker om dat te bespreken. Maar in de context waarin we vandaag zitten, is het natuurlijk zo dat, om het heel simpel te stellen, begin van dit jaar was uw rendement op een Belgische staatsobligatie 0,3% of 0,2%. Ik heb juist nog eventjes gekeken voor ik naar hier kwam, waar we vandaag zitten met de renten. En dat is vandaag 2,3% geworden. Dus uw verwacht rendement voor de komende 10 jaar ligt al duidelijk hoger dan dat begin van het jaar was. Nu, gaan die rentes verder gaan doorstijgen? Ja, dat blijft koffiedik kijken. Ook daar komen wij uit een klimaat van 15 jaar van lagere, lange rentes en een continu dalende curve. En zijn we vandaag bijna naar een reset bezig, naar een normalisering van een situatie. Nu, ik denk dat het belangrijk is, als u daarvoor ooit een keuze hebt gemaakt, dat u heel goed moet nadenken voordat u die stap zet. Het is natuurlijk zo, en dat is hetgeen wat ik daar straks ook aanhaalde, dat historisch aandelen een hoger rendement hebben dan aandelen. Maar historisch is het ook zo dat obligaties een defensiever karakter hebben dan dat ze dit jaar tentoonspreiden. Dus voordat u meeloopt met wat er dit jaar gebeurt en daar uw conclusies uittrekt, is het belangrijk dat u voor uzelf afweegt wat de historische keuzes zijn voor een bepaald profiel. Ja, een vraag die er wat op aansluit, of die in elk geval in het verlengde zit. ESG-stocks, wordt hier gezegd, zou dat toch een goede belegging moeten zijn op korte, op langere termijn? Misschien eerst even ESG-stocks uitleggen voor wie dat is. Hè? ESG, dat staat voor, laten we zeggen, alles wat dat met milieu te maken heeft, social en governance, duurzaamheid. Alhoewel dat daar ook verschillen in terminologie bestaat. Natuurlijk, dit jaar hebben duurzame aandelen het moeilijker. Ik denk dat dat het eerste punt van kritiek is. We zijn eigenlijk de voorbije jaren verwend geweest door die duurzame strategiefondsen. Laat ik zeggen dat die dit jaar, een beetje afhankelijk van profiel, toch een 3% minder rendement neerzetten. En waarom komt dat? Een beetje wat ik zo net aanhaal. In duurzame strategische fondsen of in duurzame beleggingen zitten meestal geen fossiele brandstofbedrijven, er zitten geen grondstofbedrijven. Wat natuurlijk de enigste sectoren, en eigenlijk vandaag is alleen fossiele brandstof de enigste sector die het goed doet. Dus als je die eruit filtert, is je rendement dit jaar minder goed. Okay. Natuurlijk, dat komt door regelgeving. En die regelgeving die wordt politiek bepaald. Dus daar gaan we natuurlijk vandaag ook in een context gaan van politieke keuzes die gaan bepalen wat er in een portefeuille komt. Het is belangrijk om momenteel niet het kind met het badwater weg te gooien, want je ziet wel een structurele tendens. En we zien dat ook. We gaan moeten loskoppelen van die fossiele brandstoffen. We gaan naar andere vormen van energie moeten gaan. Dus ik geef de vraagsteller volledig gelijk om te zeggen, lange termijn absoluut ik ga niet zeggen een must, maar als u een duurzaamheidsbias heeft, dan moet u zeker belegd blijven in duurzame aandelen. Korte termijn zijn we met andere katalysatoren. Okay, dat zal vast duidelijk worden. Hans, ik heb nog 2 vragen eruit pikken, want er komen er heel wat binnen, maar u kan ze blijven stellen natuurlijk. Die krapte op de arbeidsmarkt, want daar is al een paar keer over gegaan, is de vraag, zit dat net geen rem op de potentiële groei? Want dat is dat zijn soms communicerende vaten, soms ook niet natuurlijk. Wat is de rol van die arbeidsmarkt, die krapte op die arbeidsmarkt, of wat kan dat betekenis daarvan zijn? Ook, dus als bedrijven geen geschikte arbeidskrachten vinden, dan zit dat inderdaad een rem op de ontwikkeling van een bedrijf. En dat is eigenlijk al heel lang een gegeven. Hè. Dus in Vlaanderen bijvoorbeeld spreken we al heel lang over de krapte van de arbeidsmarkt. Hè. Dus het is de voorbije 10 jaar niet anders geweest. En dus in die zin zeker. Maar het is natuurlijk wel zo dat die krapte ook bijdraagt aan de loonontwikkeling. En vandaag is het thema inflatie economisch, macro-economisch gezien heel belangrijk. En dus waar de prioriteit van de centrale bank vandaag ligt, dat is haar eerste beleidsdoelstelling, is terug die inflatie onder de knoet krijgen. Ja. En dan komt het er inderdaad aan om een beetje die arbeidsmarkt minder strak te maken. Hè. Maar ik denk wel dat de centrale banken hier goed op weg zijn. Hè. Dus ze zullen nog niet afhouden, nee. Ze zullen hier zeker een inspanning doen. En daarmee zal een antwoord geven op de vraag die hier ook binnenkwam, over die rentestijgingen. Want daar wil ik het nu ook even over hebben. Die rol van die centrale banken, die is natuurlijk heel groot op dit moment. Hè. Want inflatie is het alfa, of het bestrijden van te hoge inflatie is het alfa en omega van centrale banken. En de vraag was effectief, hè, hoe zit het met die rentestijgingen? In de Verenigde Staten hebben we ze al een paar keer gezien. In de eurozone zal dat 21 juli, denk ik, de eerste keer historisch. Sinds 11 jaar, denk ik, dan de eerste rentestijging. Ja, en dat is dan de vraag ook, wat gaan die rentestijgingen doen? Wat betekent dat concreet? Ja, dat betekent, nu laat ons eerst even zeggen, 25 basispunten allicht. Dat is wat gecommuniceerd is door mevrouw Lagarde. Voor de eurozone. Voor de eurozone. Deze maand is dat gecommuniceerd. Zal inderdaad volgende maand plaatsvinden. En dan verwachten we dat er gewerkt zal worden met 50 basispunten in september. En misschien nog 50 basispunten in oktober ook. Dus, dat is dan een fors tempo meteen ook? Dan, dat is een fors tempo. Dat hebben we in de eurozone sinds haar oprichting nog niet gezien. Hè. Dus, en dan is het met anderen ook nog zo. En dan komt er een heel belangrijk thema bij kijken, is hoe gaan de renteverschillen binnen Europa daarop reageren. We hebben al een voorsmaakje gehad met Italië natuurlijk. En we hebben ook gezien dat de Europese Centrale Bank daar vorige week een noodmeeting voor heeft samengeroepen. Dat ging over de rentes die landen betalen als ze geld lenen. Ja, inderdaad. En dus... ja, dat is een moeilijke evenwichtsoefening, maar vandaag is er, allicht, zijn de haviken binnen de ECB die toch het pleit hebben gewonnen. En dat betekent dat er hoge rentes zijn. Ik denk niet dat het zo hoog hoeft te gaan als in Amerika, net omdat natuurlijk Europa heel veel... inflatie invoert, net omdat we eigenlijk geen grondstoffen hebben van nature. We voeren veel meer in dan Amerika bijvoorbeeld, die eigenlijk energie-onafhankelijk zijn bijna. Dus dat is een groot verschil. Maar desalniettemin is ook die onderliggende inflatiedruk in Europa opgelopen. En er is ook die ECB-waakzaamheid geboden. Ja. Ja, en dan als we naar de Verenigde Staten kijken, de Amerikaanse centrale bank heeft vorige week voor het eerst in... vele jaren ook 75 basispunten in een heel snel tempo ook. Is daar de eindlimiet al in zicht? Of is dat nee. Dus de eerste keer sinds 1994 dat er inderdaad een tempo van 75 basispunten op na werd gehouden. En dat kunnen we allicht ook zien... In juli, misschien nog in september ook. Maar daarna verwacht ik wel dat de centrale bank ook daarover gaat naar 25 basispunten, keer per keer. Maar binnen een jaar tijd zal die beleidsrente in Amerika allicht wel zijn opgelopen tot 4%, misschien iets meer. En dat is veel, inderdaad. Maar dat is allicht wat nodig is... om toch die verwachtingen met betrekking tot inflatie naar beneden te halen. Ik denk dat ze zullen lukken. Hè? Dus ik dat was mijn vraag. Wanneer gaan we daar dan het resultaat van zien? Wel, ik denk eigenlijk dat inflatie eigenlijk in de niet zo nabije, in de niet zo verre toekomst eigenlijk naar beneden zal komen. En dat heeft te maken met die basiseffecten. Net omdat energie- en grondstoffenprijzen zo'n belangrijke rol spelen, zullen we dat effect gaan zien. Maar... En ik denk dat er al heel veel commentatoren de voorbije maanden en weken hebben gewezen op peak inflation. Dat zou dan betekenen dat we het hoogtepunt bereikt hebben. Maar ik denk dat het daar niet zozeer om draait. Ik denk dat het gaat om eigenlijk ervoor zorgen en zien dat die onderliggende inflatiedruk voldoende afneemt. En dat is de grote vraag. Ja, want stabiliseren is natuurlijk dat is niet hetzelfde als naar beneden gaan. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Ik denk wel dat inflatie terugbrengen, onder controle brengen, gemakkelijker kan dan zeer lage inflatie. Dat was de renteomgeving die we het voorbije decennium hadden. Zeer lage inflatie, om die hoger te duwen. Dat is veel moeilijker. Ja. Ja. Er komen ontzettend veel vragen binnen, maar ik mag dat dus gerust blijven doen. Maar ik ga er wel terug meteen op inpikken, want het zijn er echt heel veel die ook hierop doorgaan, Stijn. Een hogere rente, dat betekent natuurlijk ook gevolgen voor financiële instellingen en ook vastgoed is daaraan gerelateerd. De vraag die hier gesteld wordt, heeft daarmee te maken, want wat zijn dan de verwachtingen voor de vastgoedprijzen op korte termijn? En bijvraag is, zijn er dan verschillen per segment? Want er is natuurlijk een groot verschil tussen residentieel, retail, kantorenmarkt. Ik denk ook dat er een groot verschil is tussen enerzijds beursgenoteerd vastgoed en anderzijds privévastgoed. Hè. Wat je daar ziet in België, en corrigeer me zeker als ik het niet juist zeg, maar dan dat vandaag eigenlijk België redelijk stevig blijven inzetten op hun eigen woning. Dus de echte correctie in België rond privéwoningen, ja, dat is al lang voorspeld, maar het is tot nu toe niet gerealiseerd. Beursgenoteerd vastgoed is een heel ander verhaal. Wat je daar dit jaar toch ziet, en dan spreken we over Europese aandelen, is een correctie van bijna 30%. Dus absoluut zijn die is dat een sector die de voorbije jaren mede door die rentedaling voor een groot stuk, ik ga niet zeggen naar boven gecatapulteerd is, maar in ieder geval een heel mooie prestatie heeft neergezet. Dat is al anticiperen op die hogere rentes allicht? Dat die anticiperen op de hoge rentes. Natuurlijk ook wat je daar ziet is dat bepaalde bouwprojecten vandaag stopgezet worden. En natuurlijk dan vandaag die hele e-commerce die in de hele coronacrisis zo'n hoogtij heeft gevierd en waar dat magazijnen voor moesten worden geopend. En denk aan de VGP's en de WDP's die eigenlijk buitengewoon gepresteerd hebben en gefloreerd hebben, die nu een correctie kennen. En waar dat het heel opnieuw interessant wordt om daar te gaan zien van wat is de meest interessante voor de toekomst. Oké, dat verschil. Een andere vraag ook aan de markt gerelateerd zijn. Is het nu nog interessant om in te stappen in energie- en of grondstoffenaandelen of fondsen? Of zijn die ook alweer overgewaardeerd door die snelle stijging van de voorbije maanden? Ik denk dat we het daar vorige keer ook voor een stuk over hebben gehad. Als we vandaag gaan kijken naar de energietransitie die voor ons ligt. En dan spreek ik over de huidig beschikbare technologie. Want stel dat we naar een nieuwe vorm van batterijen gaan, gaat dat ook weer helemaal veranderen. Maar met de huidige technologie die we voorhanden hebben en we zouden willen afkoppelen van die fossiele brandstoffen, dan zouden we ongeveer 6 à 7 keer meer metalen nodig hebben dan vandaag het geval is. Dat betekent dat we vandaag, denk ik, moeten kijken naar een goede mix waarbij dat die fossiele brandstoffen, dat daar een eindigheid aan is. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten. Gaan we volledig afkoppelen daarvan in 2030? Gaan we dat in 2050 pas doen? Ja, afhankelijk daarvan gaat het een interessante activa-klasse zijn. Maar die grondstoffen en afgeleiden daarvan kunnen wel nog altijd interessant blijven. Ja, en nog eentje over markten. Het is er al even over gegaan. Die Amerikaanse tech-aandelen de voorbije jaren echt... the sky is the limit. Nu al heel sterk sinds november gecorrigeerd. Wat is jullie visie daarover? Is die te sterk gecorrigeerd? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag. Als je gaat kijken naar relatieve waarderingen van groeiaandelen momenteel, dan is het nog altijd dat zij relatief duur staan ten opzichte van de zogenaamde waardeaandelen. Dus de aandelen die eigenlijk een korte duratie hebben, die eigenlijk vandaag relatief goedkoop gewaardeerd zijn, zoals die olieaandelen, zoals grondstoffenbedrijven. Nu, die technologieaandelen, ik denk dat daar al heel belangrijk is om het onderscheid te maken tussen enerzijds bedrijven die heel veel beloven in een heel verre toekomst en die eigenlijk vandaag geen winst maken, waar dat je eigenlijk vandaag ook ziet dat in de Nasdaq bijvoorbeeld ongeveer meer dan de helft heeft een correctie gekend van meer dan 50%. Dus het is belangrijk daarom ook te gaan kijken wat zijn die groeibedrijven die perfect hun winst wel nog altijd kunnen neerzetten en die eigenlijk mee neergedaald zijn met de rest en die je stilaan terug kan beginnen op te pikken aan een korting. Oké, daar gaan we straks ook nog verder op doorgaan. Hè. Vooral opportuniteiten zijn, maar Hans, er komen echt heel veel vragen binnen. Blijf het vooral doen. We gaan ze allemaal behandelen. De dollar, want dan zitten we in die Amerikaanse beurzen. Ja, dat is altijd moeilijk om te voorspellen natuurlijk, maar het volgende halfjaar, het volgende jaar, wat verwacht je daarvan? Ik verwacht dat de dollar sterk blijft op korte termijn. Dit jaar zeker nog. Dus de Fed heeft allicht meer werk op te knappen om die onderliggende inflatiedruk in de kiem te smoren. En dus denken we dat die dollar op korte termijn sterk blijft. Maar op lange termijn, als je de waarderingen bekijkt, hè, de modellen die we daar hanteren, die suggereren toch dat je daar terug... En meestal werkt het zo bij wisselkoersen. Wisselkoersen kunnen overshooten, zoals het dan heet. Dus dat betekent dat we op middellange tot lange termijn toch negatiever zijn voor die dollar. Ja. Ja. Maar vandaag fungeert het dus als een safe haven. Ja. Op dat vlak is het Amerikaanse aandelen eigenlijk wel een ondanks de achteruitgang misschien net wel een... Ja, en die safe haven is absoluut iets wat wij in onze strategie als dollarpositie aanhouden. Dus een 30% momenteel van de portefeuille zelfs. Ja. Net omwille van die reden. Actief in de strategie. Ja. Ja. Oké. En nog een vraag, Hans, over die hoge energieprijzen die natuurlijk aan de basis liggen van vele elementen. De vraag is, gaan die hoge energieprijzen er net niet voor zorgen dat de opkomende crisis, of de crisis die er dan zal komen, dat die niet langer gaat duren dan wat... jij verwacht en wat verwacht wordt? Ik ben niet zo positief gestemd. En ik denk ook, en wat we nu zien gebeuren, vrezen we een beetje, is dat eigenlijk Rusland zelf de kraan begint dicht te draaien. Ja, dat zien we al een paar keer. Oostenrijk, Duitsland, Nederland. En ik vrees dat dat nog niet uitgespeeld is. Ik denk dat we dat nog zien verder zullen evolueren. Net omdat Rusland heel goed beseft, kijk, Europa gaat toch af van onze olie, gaat toch af van ons gas. Dan draaien wij zelf de kraan toe. Om die perceptie, die oorlog van perceptie, toch proberen te winnen. Dus dat is wat er vandaag aan de gang is. Je ziet vandaag Europese overheden langs alle kanten afschakelplannen, contingency plans bedenken om na te denken over wat er moet gaan gebeuren als effectief die gashoeveelheden nog gelimiteerd worden. En wat je dan zou kunnen krijgen, ik denk niet dat het een scenario is dat uit de lucht gegrepen is dat er echt zal naar de industrie gekeken worden om te rantsoeneren ten voordele van de vrijwaring van de gezinnen. Ja. En dus dat maakt net dat het heel moeilijk wordt, denken we, ja, toch om een Europese recessie ook te vermijden. Dus je hebt die ondermijning van die koopkracht. Ja. Dus de vraag is heel relevant. Ja, het is zeer relevant. Ja. 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 Maar, Stijn, crisissen zijn ook altijd opportuniteiten. Iedereen die de beurs al langer dan een paar jaar volgt, weet dat natuurlijk. Zelfs met corona is dat gebleken, hè, dat het dieptepunt en het heel sterk stijgen soms heel kort bij elkaar liggen. Dat is misschien ook iets wat velen zich afvragen. Dat dieptepunt, want beurzen anticiperen, is er dat misschien gewoon al geweest? Of is dat nu, we zagen vandaag eigenlijk een goede dag, gisteren ook, als je op korte termijn kijkt. In Europa dan. Hè? Ja, in Europa. Ja. Is dat een mogelijkheid? Wat dat als marktvolger heel interessant is, is dat we vandaag zitten met sentimentsindicatoren. Dus hoe bekijken de volgers de markt die vandaag op een historisch dieptepunt zitten? We zitten eigenlijk in een soortgelijke situatie naar negativiteit die we in 2008 hebben meegemaakt, die we in 2011 hebben meegemaakt. Maar dat waren echt de zware crisismomenten op de financiële markt. Dus historisch is dat eigenlijk puur naar die indicator kijkend en zelfs een interessant instapmoment. Nu, ik wil helemaal niet beweren dat we daar vandaag zijn, want zoals daar straks ook aangehaald, we zitten vandaag met verwachtingen rond winsten die misschien iets te rooskleurig zijn. En als er daar een correctie zou komen, is het belangrijk om je kruid niet te verschieten momenteel. Maar een dergelijke indicator begint toch wel wat interessante signalen te geven. Dus we krijgen vandaag heel veel de vraag van als je vandaag met cash zit, wat te doen? Ja. Om eigenlijk vandaag eigenlijk te zeggen van als er dan terug is, we hebben nu een paar positieve dagen, maar als er terug eens een dip in de markt komt, toch terug een beetje in die markt te stappen. Het is misschien te vroeg en misschien zijn we nog niet in het dieptepunt en misschien draait Poetin morgen al het gas dicht en gaan we zeker naar die recessie. Maar zelfs dan is het nog altijd interessant om stelselmatig, trapsgewijs, gaan bij te kopen. Voor mensen die vandaag, denk ik, belegd zijn, iets voorzichtigheid hanteren we wel in onze algemene strategie. Dus we denken wel nog altijd van, kijk, we willen die voorzichtigheid handhaven in het licht van mogelijke winstgroei die terugvalt. Dus bij een opflakkering kan het wel zijn dat we nog het gewicht wat verminderen. Maar structureel zijn die lange termijn tendensen wel nog altijd aanwezig. Ja, wat is er al meer cash nu dan bijvoorbeeld een paar maanden geleden voor de fondsen, dan in de meeste van die fondsen? Ja. Ja, dus we hebben liquiditeiten opgebouwd en aandelen verminderd. Ja, dus in de fondsen zit die, dat potentieel al om in te stappen als het bereikt is. Ja, maar dus dat is nog een beetje vingerdik kijken of dat moment al bereikt is. Er komt onwaarschijnlijk... Misschien heel interessant wat Hans daar straks ook aanhaalde. De verwachtingen die er zijn rond die renteverhogingen van 75 basispunten. Als op een bepaald moment effectief de bevestiging komt dat die inflatie naar beneden gaat en de retoriek van de centrale banken van die 75 basispunten, die heel fors is, gaat verschuiven naar 25 basispunten en er terug wat soepelheid in de markt komt en lees dan ook de boodschap september, oktober, dan zou het wel eens kunnen dat het eigenlijk wel een heel interessant moment wordt. Ja, ik wil voorbereid naar de vragen, want ze blijven binnenstromen, toch nog misschien iets daarop inspelen. Beleggen en ook verstandig beleggen is op lange termijn kijken. We zien natuurlijk gigantische volatiliteit. Maakt dat het beleggen vandaag ook in de fondsen misschien toch wat actiever dan voorheen? Is dat een optie? Het zijn in ieder geval buitengewoon boeiende tijden momenteel. Dus wat er vandaag zeker gebeurt, is dat we binnen de fondsen vandaag duidelijk een andere richting aan het inslaan zijn. Wij waren sterk gefocust op kwaliteitsvolle groeiaandelen. Daar is de tilt naar kwaliteitsvolle waardeaandelen absoluut aanwezig. Hè. Dus we zien daar ook dat, bijvoorbeeld om een aantal namen te noemen die in het portefeuille zitten, een Total, een KBC, dat ook banken terug geld gaan beginnen te verdienen, dat die energiebedrijven, zoals er straks aangehaald, dat absoluut interessant is om daar wat meer focus naar te brengen. Ja. Ik ga een paar vragen stellen, Hans, die hier binnenkomen, die allemaal verband hadden ook met wat we aan het bespreken zijn. Want we hebben het nog niet over de autosector, over de halfgeleiders gehad. Daar is wel een vraag over. Het gaat over de relatie met China, waarom Europa niet de nodige maatregelen heeft genomen over dat monopolie, dat quasi-monopolie moeten we dan zeggen, dat China heeft voor die autochips en voor dat die leveringen Is daar een momentum gemist? Of is dat gewoon wordt dat uitgerold nog? Zoals dat dan ook heet? China heeft daar niet al het hoeven in handen. Ik denk, maar ik kijk ook naar Stijn hier. Het is ook zo dat de Verenigde Staten hier, ook Nederland. Dus nee, Europa heeft daar wel een paar troeven, maar het blijft toch het blijft toch moeilijke tijden voor autoproducenten. Nu, wat we recent wel zien, als ik het goed heb, is daar toch dat het net iets gemakkelijker terug begint te worden om aan die chips te geraken. Maar het blijft een uitdaging. Hè. Autoproducenten hebben het vandaag niet onder de markt. Nee. Nee, want dan zitten we weer aan de andere kant. Daar is het tempo nog veel... Enfin, we zitten nu te spreken over een recessie. Daar is dat natuurlijk verre van... Bedoel je in de autosector? Ja, de autosector is vandaag een ongelooflijk experiment. Hè? Want zij gaan eigenlijk van een nieuwe... naar een nieuwe... Van de internal combustion engine, om het zo te zeggen, naar een volledig nieuwe... Geen verbrandingsmotor, maar elektrische motor. Waarbij dat vandaag iedereen eigenlijk het model van Tesla, wat dat we vorige keer ook aanhaalden, proberen na te maken. Hè? Die verticale integratie die men probeert te doen. Ja, en dat houdt dan ook terug verband met globalisering. Globalisering is echt een thema dat eigenlijk verandert terug, zeker helemaal weg van de hyperglobaliseringsperiode die we gekend hebben na de val van de Berlijnse muur. En net dat zie je heel duidelijk opduiken in de automobielsector. Ja. Dus bedrijven doen veel meer terug in-house. En dat is een belangrijk gegeven. En de focus ligt niet meer zozeer op het steeds verder efficiënt maken van die voorraadketens, maar eerder op een zekere reserve, een voorzichtigheid en alle risico's mee incalculeren. De emerging markets is hier ook een vraag, Hans. Dat is toch vaak ook in crisismomenten altijd wat een veilige plek geweest. Hoe zit dat vandaag eigenlijk? Want we horen er niet zoveel over op dit moment. Hè? Toch wel met China. Hè? Dus China blijft eigenlijk altijd de olifant in de kamer als je spreekt over emerging markets. En China doet het vandaag niet goed. Hij heeft het voorbije maanden helemaal niet onder de markt gekregen. Ik denk dat we voorzichtig moeten blijven, ook op korte termijn. Net omdat er het 20e Nationale Partijcongres is begin november. Net omdat dan Xi Jinping zijn derde ambtstermijn zou willen opnieuw... kracht geven. En als we dan kijken op lange termijn, zit je nog met veel structurele uitdagingen. Dat is eigenlijk iets wat we consequent hebben aangehaald het voorbije decennium. China zal altijd een soort van stop-and-go-beleid voeren. En dus als het te veel zakt, als het te veel naar beneden gaat, dan zullen ze opnieuw terug hun kredietmotor aandoen slaan. Maar altijd met het risico dat die financiële risico's te veel zich opstapelen in de economie. En je hebt een enorm vergrijzende bevolking. Dus de vergrijzingsdynamiek is echt voor zijn aanwezig in China. Je ziet ook het voorbije decennium dat de productiviteitsgroei stelselmatig is afgekalfd. Dus dat is iets waar Chinese beleidsmakers een antwoord op moeten vinden. Daarom zullen ze die productiviteitsgroei opnieuw hoger moeten krijgen, maar in een wereld die zich meer terugplooit op de regio's en waarbij China in het voorbije decennium ook heel sterk afhankelijk was van technologie uit het Westen, gaat dat nu niet gemakkelijk worden. Dus ze hebben echt op lange termijn ook echt wel katten te geestelen, zeker ook omdat de binnenlandse schuldopbouw enorm fel is geweest voorbij het tweede decennium. Ja. Misschien eventjes over China ook nog eventjes inpikken. Dus wat dat we wel gedaan hebben, is binnen de groeimarktallocatie die we hebben, iets meer gewicht aan China gegeven. De bedenkingen die Hans maakt zijn zeer terecht. Maar wat we daar zien is eigenlijk dat de relatieve waardering van Chinese aandelen, dat die eigenlijk echt wel interessant was geworden. Daarnaast in de groeilanden, ook boeiend, is dat we toch wel meer positief worden op die groeimarktobligaties. Ja. Maar dat selectiviteit daar heel belangrijk is. Want je ziet bijvoorbeeld verschuiving van productie. Denk aan Apple, die wat meer in Vietnam gaan werken. Maar anderzijds in Sri Lanka, wat dat eigenlijk heel afhankelijk is van buitenlandse import van grondstoffen. En die eigenlijk in april zelfs een default hebben gekend. Dus selectiviteit belangrijk. China in tactisch opzicht vonden we wel wat interessanter de laatste tijd. Ja. Ik wil van China toch even naar de Verenigde Staten, Hans. Ook een vraag. U hebt trouwens nog altijd de tijd om die vragen door te spelen, maar u doet het massaal. We gaan ze allemaal behandelen hier. Die stijgende rentes, dat doet denken aan, wat is het intussen, 13, 14 jaar geleden, die huizenmarkt in de Verenigde Staten. Is dat een risico? En hoe zit het dan met de exposure van Europese banken op die Amerikaanse hypothecaire kredieten? Is dat te vergelijken met toen of zijn daar lessen getrokken? Ja, het heel korte antwoord is Europese commerciële banken zijn vandaag veel solider. En de Amerikaanse huizenmarkt is ook niet gegrond op zeg maar ninja loans. Hè. No income, no jobs. Op zeer variabele leningen. Nog altijd wel variabel, maar zeker niet zo korte termijn gefinancierd. Zeker geen 2, 3 woningen meer. Hè. Dat was het adagium toen. Dus er is minder hubris in die markt, heel duidelijk. Maar het is wel zo dat als we kijken naar vertrouwensindicatoren in die Amerikaanse huizenmarkt, dat die naar beneden komen. En ik kan daar wel, ja, fijn, dat spreekt heel duidelijk uit Excel-files die we volgen. Hè. Dus ook bijvoorbeeld een indicator die vaak gevolgd wordt, de National Association of Homebuilders, echt dat vertrouwen komt achteruit. En dat betekent ook dat het aantal nieuwe huizen, het aantal verkochte huizen ook achteruit zou gaan. Ja. Dat is zeer zeker. Ja, dat is ook een teken aan de wand. Maand op maand nu. Ja. Ja, dat is ook een teken aan de wand. Ik wil niet van de hak op de tak springen, maar ik wil de vragen toch ook allemaal behandelen. Dan zijn we weer bij de, want dat hebben we nog niet echt behandelde, die olieprijs. Ja, ook echt het pijnpunt van de... En iedereen die gaat tanken merkt dat. Maar ja, dat lijkt toch ook te stabiliseren. Is die piek voorbij? Dat is moeilijk te zeggen. Nu, ik ben blij dat wat sommige waarnemers vreesden in het begin van de oorlog, dat de olieprijs naar $200 per vat zou gaan, dat dat voorlopig nog niet bewaarheid is. Het is ook niet ons basisscenario. Maar de olieprijs is toch ook weer, als we het vergelijken met een paar maanden terug, toch weer van die 100 naar die 120. Ja. Dus het blijft toch extra druk zitten. Oké, sinds recent weer een beetje teruggevallen. Dus die volatiliteit zal ook enorm hoog blijven. En het is ook een markt waar enorm veel gespeculeerd wordt. De grondstoffenmarkt in het algemeen. Ja. En de raffinaderijen, die ook het moeilijk hebben. Ja, maar op lange termijn is toch eerder, als we stemmen mogen geloven aan de OPEC in het verleden, oké, de wereld is wel veranderd, dan wordt daar telkens malen gesproken van een evenwichtsprijs van $70, $80 per vat. Dus als je mij vraagt op lange termijn, ben ik eerder geneigd om naar die niveaus terug te keren. Ja, en dus dat die piek dan op langere termijn misschien er geweest is. Ik ga weer naar een andere vraag, maar het is allemaal schijnlijk hoeveel vragen er zijn, dus dat betekent dat er heel veel interesse is ook in die markten, Stijn. Het gaat over de sterk afgestrafte Belgische holdings, want dat is inderdaad... Enfin, de namen kent iedereen, denk ik. Het gaat over de Sofina's en dergelijke van deze wereld. Holdings die vaak ook in private equity beleggen. En die vraag gaat hierbij. Ter opzichte zeker van dat private equity gedeelte van die Belgische holdings die erg afgestraft zijn. Hoe kijken jullie daarnaar? Wel, het toeval wil dat ik net voor ik naar hier kwam nog belde met onze analist van ons Belgisch analistenteam hierover. Omdat dit weekend ook, ik dacht dat zo'n vraag ging komen, omdat Roland van der Helster dit weekend ook op alludeerde. Wat je daar ziet is eigenlijk een enorme terugval. Het belangrijke is, denk ik, dat als we naar Sofina gaan kijken, dat de private equity poot daar toch wel duidelijk meer op venture capital gericht is. Dus dat betekent ook een hoger risico dat er vandaag in dat bedrijf zit. Maar als we het corrigeren voor de terugval die de Nasdaq heeft gemaakt, hè, laten we dan toch zeggen een 30-35% voor de private equity poot. En eigenlijk ook Baidu, hè, want ik wil nu niet te specifiek gaan, maar dat is eigenlijk dat bedrijf waar de shorter die erop is gekomen zijn pijlen richt. En waarop dat de shorter zegt dat het de helft waard is wat dat in de boeken staat. Dan nog zien we een upside op Sofina. Hetzelfde geldt voor Brederode eigenlijk, wat dat op dezelfde manier naar beneden is gekomen. Dus structureel blijft onze analist van Celsite daar wel positief op. Op de lange termijn? Ja. Ja, maar dat zijn wel aandelen, ik weet niet of ze in de portefeuille zitten, maar dat zijn wel aandelen die echt op korte termijn de toppen hebben gezien in twee richtingen. Hè. Het is bijna waanzin. Dat is ook altijd, bij holdings in België krijg je daar ook het verhaal dat op 4,25 het heel moeilijk is om te zeggen van kijk, wij zouden vandaag verkopen, terwijl dat we vandaag zitten op een €198 en dat iedereen zegt, ja maar misschien gaat het nog wel een stukje naar beneden. Dus, het is het sentiment dat het ook inderdaad overneemt. Oké, van die Belgische holdings naar de andere kant van de wereld. De Japanse markt. Vaak de voorbije jaren een beetje het doembeeld van de economie dan toch. Ik denk ook de aandelenmarkten die daar niet bepaald floreerden. Heeft die markt nog een toekomst? Ja, misschien wel. De yen is intussen fors verzwakt en heeft alles mee te maken dat de Japanse Centrale Bank eigenlijk vandaag vasthoudt aan de doelstelling om die rente, die 10-jaarsrente, niet hoger te laten komen dan 25 basispunten. Dus in België zitten we vandaag aan 42. De Japanse Centrale Bank zegt 25 basispunten max. Dat betekent natuurlijk, in de context waar andere centrale banken de rente naar boven trekken, dat die yen fors heeft afgezien. Dat maakt dat, als je het puur gaat bekijken in yen, dat die Japanse beurs het eigenlijk vrij heeft gedaan. Maar dan had hij natuurlijk moeten hedgen. Dan had hij natuurlijk de munt moeten hedgen. We hebben daarover gezinspeeld, maar we hebben die uiteindelijk niet helemaal doorgevoerd. En dus, maar ik denk inderdaad dat die Japanse economie dat die zeker niet dood is. En trouwens, als je Japanse prestaties, zowel voor de economie als voor de beurs eigenlijk corrigeert, de beurs nu niet natuurlijk, maar de economie, als je die corrigeert voor demografie, kan je de voorbije 2 decennia eigenlijk spreken van een redelijk groeipad, hoor. Ja, zit het ook in de portefeuilles? Of zijn er Japanse aandelen? Het zit in de portefeuilles. Wij doen dat meer met de fonds, maar minder met individuele aandelen. Maar die fondsen zijn ze ook aanwezig? Ja, die fondsen zijn ze absoluut aanwezig. Ja. Een vraag die vaak terugkomt en altijd op crisismomenten ook, goud. De kanarie in de koolmijn wordt wel eens gezegd. Ja, die goudprijs staat hoog, dacht ik ook al wel een hele tijd. Is daar... Enigszins... Ja, maar wijk toch af van de fundamentals. En goud is moeilijk te waarderen, maar als er één maatstaf is waarbij je goud kan vergelijken, is het, zijn het eigenlijk de reële 10-jaarsrente bijvoorbeeld. Daar zie je een heel duidelijke correlatie. De reële 10-jaarsrente in Amerika is duidelijk gestegen. En eigenlijk is die goudprijs niet gevolgd. Dus ik denk dat dat een soort van hedge is die beleggers toch aanhouden daar. Maar om vandaag te zeggen aan de huidige waardering van goud, ik ga volop goud bijkopen, dat lijkt me wat overdreven. Ja. Want historisch gezien staat de goudprijs wel op qua record, zal het niet zijn, maar toch het begin van de oorlog staat op 2050, vandaag zitten we rond de 1800. Ja. Dat is natuurlijk, de reële rente speelt fundamenteel, maar de geopolitieke onzekerheid is hetgene wat dat vandaag ook bij ons nog altijd ertoe leidt dat wij aanhouden. Heren, het nieuwe goud werd het wel eens genoemd. De digitale munten. Stijn lacht al. Maar goed, het is iets waar veel vragen ook worden over gesteld en dat wel vaak terugkomt. Maar dat was wel een reality check, moeten we zeggen, de voorbije weken. Hè. Die digitale munten, enfin, wie het niet gevolgd heeft, die krijgen klappen, midscheeps zelfs worden ze geraakt. Ja. Een reality check in die zin... dat wij er ook altijd van hebben gezegd van kijk, wij volgen de technologie, maar wij beleggen er niet in. Dus ik denk ook dat dat tekenend is voor de manier hoe dat wij toch proberen op een goede huisvadermanier met de tegoeden van onze klanten om te gaan. Dus dat ten eerste. Wat dat er gaat blijven, en dat hebben we vorige keer ook aangehaald, is dat die achterliggende technologie absoluut zijn merites heeft. En dus daar gaan we wel gaan zien dat, zoals dit weekend ook werd aangehaald, het is het Lehman Brothers moment van de cryptomunten. Het kaf gaat van het koren gescheiden worden en als er daar vervolgens interessante technologische vernieuwingen uit kunnen komen die we kunnen meenemen, dan gaan we die zeker ook verder. Oké, ik volg wat je zegt, maar het is toch wel zo dat we de voorbije jaren toch stelselmatig argumenten hebben zien aandragen door de echte grote gelovers in cryptomunten. Het was moeilijk om het... Het is moeilijk om het te counteren, terwijl eigenlijk alles wat je nu ziet gebeuren eigenlijk niet zo verwonderlijk is. Dit is te voorspellen in een andere renteomgeving. Is dit de zeebel die ontploft nu? Ja, dit is toch echt een zeebel die ontploft. Maar ik wil niet zeggen dat ik kan enigszins iets zeggen over de koers van die verdere cryptomunten. Maar de argumentatie die eraan ten grondslag lag, die hebben we eigenlijk altijd consequent neergesabeld. Nogmaals, ik denk dat er een valabel argument is om iets te zeggen over de technologie. Maar dat staat los van die munten natuurlijk. Ja, en ook de argumentatie dat bijvoorbeeld... een goede inflatiehedge was. Want laten we niet vergeten dat daar heel veel gelovers altijd mee aangekomen zijn. Kijk, het zal het echt goed doen in tijden van hoge inflatie. Quod non. En dus dit is toch... En ook andere argumentatie die echt tegen de overheid was, tegen een heel gedecentraliseerd financieel systeem. Pro een heel efficiënt systeem. Nee, al die zaken blijken toch niet uit te komen. Nee, dus op dat vlak, we zullen kijken. Het is niet te voorspellen en dat zeker al niet. Stijn, ja, toch nog eens een vraag die al een paar keer ongeveer behandeld is, maar misschien nog eens heel expliciet. Hè. Mensen die nu cashgeld hebben, wat raadt u hen aan? Het nog even houden of echt al beleggen? Als het tussen die twee gaat? Ja, ik heb het denk ik juist al aangehaald. Hè. Ik zou vandaag voorzichtig... de eerste stappen in het water zetten, om het zo te zeggen. Absoluut niet heroïs zijn in de huidige markten. Maar er zijn vandaag correcties op aandelen die eigenlijk vandaag volgens mij mee met de rest naar beneden zijn gegaan, terwijl dat die eigenlijk structureel op lange termijn heel interessant zijn. Want hoe haal je die eruit? Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Welke zijn dat dan? Ja, dus waar we vandaag naar kijken is eigenlijk, zoals vorige keer ook gezegd, de kwaliteit. De focus op kwaliteit. Bedrijven die echt wel excelleren in waarin dat ze bezig zijn. Dus dat is een goed management, pricing power en zo verder. Waarbij dat wij dat doen zowel in waardeaandelen, en waarbij dat wij denken aan bedrijven die eigenlijk gepaard gaan met een interessant dividend. Hè, want we gaan naar een renteomgeving die hoger gaat zijn. Investeerders die bereid zijn om een premie te betalen voor een mooi dividend. Hè. Als we kijken naar de KBC, als we kijken naar een Total, dan zitten we daar met dividendrendementen van 6%, 7% soms. Dus die zeker. Dan kwaliteitsvolle groeiaandelen, waar dat de focus kan zijn op bijvoorbeeld een Air Liquide. Hè. Daar speel je tegelijkertijd mee in die industriële stoffen en industriële gassen en ook eigenlijk een beetje inzetten op waterstof. Een ASML bijvoorbeeld in Nederland, om dan toch over de chipsector te spreken. Of eigenlijk de goede technologiebedrijven die sterk zijn teruggevallen, zoals een Alphabet bijvoorbeeld, die wij wel interessant vinden. En dan kan je daarnaast ook nog gaan kijken naar bepaalde thema's die interessant zijn, waarbij dat heel veel over zekerheid gaat. Het gaat over zekerheid rond energietransitie, zekerheid over de voeding. Het zijn allemaal zaken die vandaag interessant zijn om te bespelen, net zoals cybersecurity en zo verder. En dan kan je vervolgens nog naar regio's gaan kijken, maar algemeen is het belangrijk om vandaag voor een stukje stelselmatig in die markt te stappen als je ziet dat er een terugval is. Ja, en die opportuniteiten doen zich misschien ten treurige. Ja, want ik spreek nu over aandelen en eigenlijk begint dat ook meer en meer zich te vooruitwendigen in die obligatiemarkt, waar dat dus die rentes gestegen zijn en dus stilaan interessante. En waar dus misschien het dieptepunt wel al achter de rug ligt. Het is interessant om dat in de gaten te houden. Ja, Hans, we hebben het over recessie gehad, die er waarschijnlijk, ik zal het zo zeggen, aankomt, korte recessie dan. De vraag hier die gesteld wordt is, wat is dan de kans op een uiteindelijke deflatie of depressie? Ja, denk ik niet. Dus als je zegt recessie, dan ga je wel uit van een stijging van die werkloosheid. Dat wel. Maar ik zie ons niet teruggecatapulteerd worden naar situaties van het begin van de coronacrisis of 2008, 2009, waarbij je echt een werkloosheid hebt die oploopt tot 10%. Dat schat ik niet. Net omdat die context van die vergrijzing toch heel duidelijk is. Dus die krapte op de arbeidsmarkt, denk ik, zal er wel blijven. En dat maakt ook net dat voor centrale banken dat die strijd tegen inflatie ook nog niet helemaal gewonnen is. Dus die blijven echt wel daar een beetje op drukken. Maar depressie, nee, ik zie het vandaag niet gebeuren met de spaartegoeden die zijn opgebouwd, met die krapte van de arbeidsmarkt. Dat zijn toch belangrijke buffers. Ja. Ja, we gaan stilaan besluiten, maar misschien een moeilijke vraag, Hans, als we nu een half jaar verder kijken. We zien elkaar tegen dan nog wel een paar keer terug, maar het einde van dit jaar, waar staan we dan ongeveer? Of wat is de verwachting waar we dan staan? En economisch en monetair? Ja. Kijk, ik sprak net van een recessie, maar eigenlijk denk ik dat er allicht, als je nog hoger, een hogere positie inneemt of een nog meer metapositie. Eigenlijk vandaag zit je in een geopolitieke crisis, zit in een voedselcrisis. We komen net uit een gezondheidscrisis. Je zit in een ecologische crisis. Dus ik wil de sfeer hier zeker niet bederven. Je hebt ook nog een economische recessie die er met toenemende waarschijnlijkheid aankomt. Maar die recessie, dat vind ik niet het einde van de wereld. Ik denk dat die eigenlijk top-down, dat eigenlijk de wereld vandaag fundamenteel instabiel en onzeker is. Ik denk dat dat toch een belangrijke boodschap is. Ook een sociale crisis in de zin van maatschappelijke polarisering, verruwing. Dus ik denk dat er op dat vlak dat we toch in een maatschappij leven die niet gemakkelijk is. Maar de beurs is niet per definitie één per één gelinkt aan die algemene context. En dat is toch een belangrijk onderscheid. Soms wel in tegendeel, dat hebben we de voorbije jaren ook gezien. Hè. En Stijn, dan, om alles wat we gezegd hebben, het is veel, maar om dat allemaal wat samen te vatten, en zeker ook voor de mensen die aan het kijken zijn, hun portefeuille die ze bij jullie hebben, waar staan we en waar gaan we naartoe? Ja, ik denk dat het interessant is om het terug met het dashboard, dat we een aantal keer geleden ook al hebben getoond, om dat nog eventjes aan te geven. Dus wat is er verder gebeurd in de portefeuille, is dat wij eigenlijk het aandelengewicht in de portefeuille verder hebben teruggeschroefd en ook de liquiditeiten verhoogd. Hè. Dus wij staan wel klaar om, in geval dat wij zien dat er een duidelijke uitbodeming is, om dan terug het aandelengewicht te... Het is een tijdelijke parkeren van de cash. Het is een tijdelijk parkeren van de cash, inderdaad. Waarbij dat we nog altijd eigenlijk die overheidsobligaties onderwegen en eigenlijk overwogen zijn op dus die bedrijfsobligaties, omdat die een interessante spread geven, een extra rendement ten opzichte van overheidspapier. En ook die obligaties in groeimarkten, zowel naar de rente die daar vandaag is, daar hadden we toch een 7% gecombineerde rente, en ook dat die munten toch wel relatief interessant zijn, omdat we die grondstoffen vaak nodig hebben. De dollar dan ook een overwogen positie, en dat wij eigenlijk binnen de aandelen Europa en de groeimarkten vandaag onderwegen. Ja, dat is zoals het nu is, hè? Dat is zoals het nu inderdaad is. En als ik dat dan misschien in een viertal kernboodschappen zou samenvoegen, dan is het eerste een beetje wat Hans juist aanhaalt. Hè. We zitten vandaag in een onzekere wereld op verschillende vlakken, met een centrale bank die duidelijk zegt van wij willen die inflatie in eerste instantie bekampen. En in die onzekere wereld is het belangrijk om voldoende voorzichtig te zijn, om gediversifieerd te werk te gaan. Ik denk dat dat niet genoeg kan beklemtoond worden. En daarvoor hebben we eigenlijk een viertal maatregelen genomen. Dus we hebben het aandelengewicht in de periode van ongeveer 1 jaar, van toch een overweging van ongeveer 59% aandelen. Een neutraal gewicht is 55%. Zitten wij vandaag op 50% aandelen. Dus we hebben naar ons doen toch wel fors afgebouwd. Er kan altijd over gediscussieerd worden of het genoeg was. Hè, want dat is het probleem met financiële markten. Het is altijd, hadden we maar. Hè, maar we hebben in ieder geval de juiste richting gedaan. We hebben in ieder geval de juiste richting gedaan. We hebben ook de duratie in portefeuilles van toch wel een 2,6 naar 2 teruggebracht. Dus de looptijd van de obligaties is korter. Ook belangrijk om mee te geven is dat wij ons risico proberen te nemen in het aandelengedeelte. Dus de obligaties in portefeuille zijn bij ons van goede kwaliteit. Wij willen daar niet te veel in high yield zitten. Dat is eigenlijk maar 0,5%. Dus wij zitten veel in overheidspapier, in staatsobligaties, in Amerikaanse obligaties, die trouwens sinds onze vorige meeting de enige zijn die in euro gestegen zijn. En dan natuurlijk de dollar, zoals daar straks ook aangehaald. De ultieme safe haven die je vandaag wel ziet. Dan, een derde punt is toch dat wij zeer positief blijven op Amerikaanse aandelen. Dus wij blijven daarin geloven, omdat de economische groei, zelfs met de terugval die we zien, dat die daar solider blijft dan dat die vandaag in andere regio's is. En dat daar ook eigenlijk de hele dynamiek rond aandelen interessanter is. En dan een heel belangrijke om mee te geven, zelfs met alle uitdagingen en onzekerheden die de wereld vandaag biedt, betekent dat ook dat als aandelenbelegger dat er geen reden is om niet te geloven dat we die lange termijn rendementen die we behaald hebben niet verder gaan inzetten. Dus eigenlijk kan je vandaag in een volatiele markt die het vandaag is, op een interessante manier aandelen oppikken met het oog op de lange termijn. Waar we later misschien van zouden zeggen, hadden we maar. Ja. En daar wil ik mee eindigen, Hans en ook Stijn nog. Want de vraag van vanavond was ja, de temperatuur van de beurszomer. Maar misschien moeten we niet naar deze zomer kijken. We moeten naar de zomer van over 10 jaar, enfin, ja, op 10 jaar kijken. Ja, inderdaad. Zo zou ik het ook benoemen. En dus als je vandaag spreekt typisch over die 60-40 portefeuille, allocaties 60% aandelen, 40% obligaties, dan zou je kunnen zeggen over een termijn van 10 jaar dat er betere rendementen, duidelijk betere rendementen in het verschiet liggen dan zeg maar een aantal maanden geleden. Met die bemerking dat we vandaag denken dat de risico's in die strijd tegen inflatie toch nog voldoende groot zijn. Want eigenlijk zou je één lijn kunnen trekken van hogere inflaties, hogere rente, lagere waarderingenbeurs. En net daarom is die inflatie en dat inflatieplaatje zo belangrijk. Ja. En dus zijn er misschien opportuniteiten. Dat is dan de conclusie. Sowieso, als aandelenbelegger blijf ik altijd optimistisch. Zo is dat. Maar dus die mooie zomer op de beurs, dat gaan we moeten afwachten op de lange termijn. Is het verleden altijd gebleken dat dat altijd goed komt. En dat is misschien toch een positieve noot om op te eindigen. Er zijn gigantisch veel vragen binnengekomen, waarvoor hartelijk dank. De meeste zijn ook beantwoord. Als u er nog heeft, dan kan u die stellen, dan krijgt u dat antwoord ook nog wel. Maar toont toch ook aan dat u dat nauw volgt. Wat die mooie zomer betreft, Hans en Stijn, ik wens die jullie in elk geval toe. Hopelijk ook wat rustiger. Dat betekent dat het en economisch en op de markten ook die tred houdt. En dat mag voor iedereen wel zo zijn. We zien elkaar in september sowieso terug in het echt dan. En dat is wel fijn, ook na die lange coronaperiode. En ik wens u thuis ook natuurlijk een heel mooie zomer toe en een fijne avond. En vooral heel erg dank voor het kijken en het massaal vragen stellen.